Zet dan al een pot op met voldoende water. Venkel moet altijd gaar koken in ruim gezouten water. Zet de pot al op. Dat gaan we aan de kook brengen. Goeie snuif zout erin. En ondertussen kunnen we onze venkels snijden. We nemen een 4-5-tal venkels. Dan gaan we even wachten tot ons water kookt en dan kan dadelijk onze venkel erbij. We gaan ook een aardappelpuree maken. We gaan een potje water opzetten, gezouten water. We gaan een paar aardappelen schillen en stukjes snijden. Gewoon een klassieke puree, straks een beetje lekker op smaak brengen. Met een beetje boter, een klein beetje melk, peper en zout. Eventueel nootmuskaat. We gaan het niet te ver zoeken vandaag. We nemen gewoon die klassieke bouillabaisse als basis. Daar zitten ook aardappeltjes in. Daar zitten broodkorstjes in, die gaan we er nu niet bij doen. We hebben saffraan, we hebben dan onze bouillabaisse, we hebben de stukken vis. Als vis gebruiken we nu enkel vandaag onze kreeft en onze schelpen, kokkels en mosselen. Maar de, gewoon de grote lijnen, dat blijft eigenlijk net hetzelfde. Een paar aardappelen snijden. Ondertussen koken we ons water voor onze venkel, dus we kunnen onze venkel erin doen. Die laten we goed gaar koken. Dan gaan we verder. Dat is voldoende aardappel. Aardappelen die gaan in het water. Ondertussen is onze venkel goed aan het koken. Die laten we rustig doen. Onze schelpen, mosselen en kokkels die gaan we nu goed spoelen in koud water. Koud gezouten water. Hetzelfde verhaal voor de kokkels. En die gaan we aan de kant zetten tot straks. We gaan onze kreeften koken. Nu, we gaan die gewoon koken in gezouten water. Met wat peperbollen, zwarte peper. Niet meer zoals vroeger, want er zijn wel veel mensen dat zeggen courbouillon maken met veel groentjes in, zelfs een beetje azijn, et cetera, et cetera. Kreeften erin koken, potten in de frigo en standaard in daags. Wat heb je dan? Een mooie rode kreeft, dat is waar, maar ze is droog en ze is cachou-achtig. Nu, dat is niet de bedoeling. Wat is het beste van die kreeft? Dit is een kreeft van 700-800 gram. Ze leeft nog een beetje. Nu, wat gaan we doen? We gaan ze opbinden op een staafje, dat de staart mooi gelijk blijft. Want de staart moet je rekenen, die gaan we koken in 3-4 minuten. Dan gaan we hem afkoelen in ijswater. De staart halen we eraf. Dan is die nog mooi glazig van binnen, heel mooi sappig. En de scharen die steken we nog een minuut of 3-4 terug en dan zijn die ook klaar. En dan heb je een mooie sappige kreeft. Ik heb gekozen voor de Bretoense blauwe kreeft. Dat is een klein beetje vergelijkbaar met onze Oosterschelde kreeft. Hier aan de staart kan je goed zien dat ze blauw schijnt. Dit zijn de beste kreeften. De jus van dit was gewoon werelds. Daar kan je niks tegen opzetten. Dan gaan we ze opbinden. Ons water kookt. We gaan onze kreeft erin leggen. Tussen de 3 en 4 minuutjes. Ondertussen nemen we een bak met ijswater.
Onze poten die gaan we nog 4 minuutjes langer koken, want die zijn nog niet klaar. Onze kreeftenstaart goed afkoelen. Laten we nog maar even afkoelen. Onze kop die gaan we bewaren. Dat is heel lekker voor de smaak van onze bouillabaisse. Die kan ik zelf niet afblijven. Zelfs die hersenen, dat is lekker. Maar je moet er wel voor zijn. Wel van smaak. Mm. Die gaan we bijhouden. Onze staart. Knippen het touw los. We gaan onze staart pellen, net zoals een scampi. Afspoelen. Panzer houden we bij. Onze staart die gaan we een beetje bijsnijden. Ik heb het voorste eraf gesneden. Zo kunnen jullie thuis goed zien dat de binnenkant nog mooi glazig is, de buitenkant is gegaard en dan is die kreeft nog mooi sappig eigenlijk. En dat is het belangrijkste. Ondertussen zijn onze poten klaar. Die kunnen eruit. Goed laten afkoelen. En ons ijswater. Altijd mooi zien dat de eiwitten eraf zijn. Presenteert ook het mooiste. Die scharen zijn nog heel sappig van binnen. Die snijden we ook een beetje bij. Onze kreeft die is klaar om straks op ons bord te leggen. Die zetten we nu lauw en straks gebruiken we die bij onze bouillabaisse. Ik heb al wat groenten gesneden. Een beetje venkel, ui, wortel, knoflook. Die gaan we aanstoven. Nu, wij gaan eigenlijk een bouillabaisse maken eigenlijk met het afval van onze kreeft. Klein beetje tong geraten. Ideaal zou zijn tong, tarbot, griet geraten. Eigenlijk de Noordzeevisbouillabaisse. We gaan onze groentjes aanstoven. Gaan we er zelfs nog bij doen. Verse tijm. Dat moet een goede busseltje zijn. Beetje peterselie. Beetje korianderbollen. Peperbollen. Witte peper, zwarte peper. Een beetje foelie. Een paar takken basilicum. We gaan onze visgraten mee laten zweten. Onze verse kruiden gaan erbij. Onze laurier, tijm, peterselie, basilicumbladeren. We gaan nog wat verse tomaten snijden. Al die groenten dat mag grof versneden worden, straks wordt dat toch allemaal gezeefd. Dat is hoofdzakelijk voor de smaak te doen, hè. Zelfs dus nog een paar lepels tomatenpuree. We hebben hier nog een bleekselder. Veel groentjes gebruiken, dat is altijd lekker. Een klein beetje prei snijden. De
prei die had al op voorhand gewassen. Die gaat erbij. Het afval van onze kreeft, die kan er ook bij. Onze groenten zijn goed aangestoofd. We gaan een klein beetje tomatenpuree aan toevoegen. Snuif suiker. En dan gewoon goed vermengen. Dan gaan we als eerste bevochtigen met een beetje witte wijn. Moest u afval of koppen hebben van langoustines, dat is ook perfect. Hè? Dat kan er ook allemaal bij. Deze gaan we dan bevochtigen met water. Je mag ook kippenbouillon gebruiken als u dat thuis heeft. Deze gaan we toch wel anderhalf uur laten trekken, zodat alle smaken er goed in zitten. Dan kunnen we zien, dan kunnen we ze nog lekker gaan inkoken tot de gewenste smaak. Onze aardappelen zijn klaar ondertussen. Ik heb ze al afgegoten. Ik ga ze even door een tamis wrijven. Geen stukjes meer in onze puree. Met een klein beetje melk opwarmen of room, een klein beetje boter, peper, zout aan toevoegen, goed mengen en onze smeuïge puree is klaar voor straks. Op peper en zout. Natuurlijk, hoe meer goede boter dat we in die puree doen, hoe lekker dat hem gaat worden. Warme melk erbij doen. Ik heb nu onze melk opgewarmd, want als we koude melk er gaan bij doen, dan gaat onze puree natuurlijk veel sneller afkoelen. We moeten hem nog warm gebruiken, want het resultaat dat blijft eigenlijk hetzelfde. Hè. Na onze aardappelpuree gaan we nu ook onze venkelpuree maken. Hier gaan we 800 gram van nemen van die gekookte venkel. ...200 milliliter room. Agarpoeder. Agar-agar, ook een bindmiddel. Die gaan we mee laten opkoken. We gaan ondertussen onze blaadjes gelatine laten weken. En nog peperzout aan toevoegen. Even zout. En dan kunnen we gaan blenderen. Onze venkelpuree is klaar. We gaan onze gelatine erbij doen. Goed uitnijpen. Die gaan we erbij doen. Heel even mee laten draaien. Onze venkelmassa die kan op ons plaatje. Deze kunnen we dan laten afkoelen in de frigo voor straks om ze vormen uit te halen. Dan gaan we nog een klein beetje saffraanmayonaise maken. Saffraan doen ze in Frankrijk soms ook in de soep, maar wij gaan juist hier een klein beetje saffraanpoeder bijvoegen. We gaan dat goed mengen, op smaak brengen en goed laten trekken zodanig dat die mayonaise mooi geel wordt. Teentje knoflook. Je kan dat ook met de lookpers doen. Dat is nog een beetje gemakkelijker zelfs.
Onze puree van ons teentje knoflook, die kan er dan bij. Klein beetje peper nog aan toevoegen. En dan gaan we mengen. Die doen we dan in een spuitflesje. We gaan die nog goed laten trekken tot straks. En dan gaan we zien dat die mayonaise een mooie gele kleur heeft gekregen. Dankzij de saffraan eigenlijk. Hij is nu al aan het verkleuren. Maar hoe langer dat die saffraan daar kan inwerken. De knoflook. We hebben onze aardappelpuree. Nu gaan we nog soufflé aardappelen maken. Dat is een leuke voor vandaag. Want ofwel lukken ze, ofwel lukken ze niet. We gaan toch proberen. Wat hebben we nodig? Dikke aardappelen. Ja, van wat is dat afhankelijk? Of dat ze gaan lukken of niet? Meestal van de patat. Hebben ze te koud gelegen? Kan het niet lukken? Heeft hem te veel bloem in zich? Kan het niet lukken? We moeten eigenlijk wel een beetje geluk hebben. We gaan dikke schijven snijden. Daar gaan we bouchons of kurken uitduwen. Neem een rond stekertje. Dan gaan we van onze kurkjes mooie schijfjes snijden op de snijmachine. En dan gaan we ze mooi afdrogen. Heel belangrijk. Dan gaan we ze mooi droogdeppen. Ondertussen zetten we onze pan al op. Bodempje frituurolie erin. Die gaan we tot een temperatuur brengen van 120 graden. Nu gaan we eerst onze schijfjes doen en zelfs gaan we verder. Onze schijfjes zijn klaar. We gaan ze mooi openleggen. We gaan onze schijfjes mooi droogdeppen. Nu begint het leuke werken. Nu gaan we ze in de olie leggen van rond de 120 graden. We gaan constant blijven roeren totdat die olie ongeveer 140 graden heeft. En dan kappen we hem snel over in een friteuze van 180 graden. Nu, door dat schrik-effect gaan die aardappelschijfjes, normaal gezien, opblazen en dan hebben we ballonnetjes of pommes soufflé. We gaan van start. Onze olie is rond de 119 graden. We leggen ze erin. Goed mee spelen met die friteus, goed roeren in bewegend frietvet. Dan worden die aardappeltjes eigenlijk ballonnetjes. We gaan ze er snel uithalen, ze kleuren verder. We gaan er nu zout op doen. Hier hebben we er wel een paar goede tussen zitten. Die zetten we aan de kant en dan gaan we straks ons bord mee afwerken. Onze venkelpuree die is mooi opgesteven. Die kunnen we er ondertussen uithalen. Mooi stijf. Hier gaan we rondjes uitsteken. Een paar grote. Dat is voldoende. Dan hebben we nog onze schelpen, onze mosselen en kokkels. Die gaan we in het pannetje opzetten. We gaan er geen witte wijn op doen, zoals bij de mosselen. Enkel een heel klein beetje water. We gaan die op het vuur zetten. En vanaf dat die kokkels open gaan, gaan we ze van het vuur nemen, dan zijn ze nog mooi glazig en zijn ze nog heel mooi sappig. Het is niet de bedoeling
dat we zoals vele mensen doen bij de mosselen op het vuur en maar schudden en maar schudden. De mosselen staan open, maar ze worden in plaats van dat ze sappig blijven, worden ze eigenlijk een beetje katsjoe-achtig. En dat is helemaal niet de bedoeling. Hetzelfde verhaal bij de kokkels. Schelp open, gaan we ze er gelijk afhalen. Onze kokkels. Onze mosselen. En een beetje water. Onze schelpen die gaan op het vuur. We gaan starten met onze mosselen. Onze schelpen zijn klaar, zo snel is dat gebeurd. Die hebben niet te lang op het vuur gestaan. Die zijn nog puur natuur, geen witte wijn. Kijk, ze zijn nog mooi glazig, ze zijn nog heel sappig. En zo wil ik ze hebben, want dat is het lekkerste. Ze smaken een beetje naar het zilte van de zee. Dit zijn van de oosterschelden. Die gaan we aan de kant houden. Hetzelfde met onze mosselen. Die gaan we wel uit de schelp halen. Voldoende mosseltjes. Dan pakken we nog een venkelstengel. Daar gaan we heel dunne plakjes van snijden. Dat is voor straks eigenlijk als afwerking van ons bord. En die lekker op smaak brengen. Nog zo'n krokant groentje daarbij. We hebben alle onderdelen voor onze bouillabaisse. Als de bouillabaisse klaar is, is die gezeefd. Misschien wel een goede tip voor thuis. Mooi zeven, een klein beetje laten inkoken naarmate de gewenste sterkte eigenlijk van de vissmaak. Een klein klontje boter als laatste er nog bij. Een paar druppels citroen of limoen of wat je wil van citrus. En mooi opschuimen en heb je een heel heerlijke bouillabaisse. We gaan ons bordje dresseren voor onze garnituren. We nemen onze kreeft erbij. Die staat nog lauw. We hebben onze kreeft. Die gaan we mooi snijden. We hebben hier nog een klein stukje darmkanaal. Dat moet eruit. We gaan onze venkel op bord leggen. En drie mooie stukjes kreeft erbij plaatsen. We gaan onze kokkels ertussen plaatsen. Nu mogen ze nog een beetje in de schelp liggen. Niet allemaal misschien. Dat is wel heel decoratief. Een paar mosseltjes. Dan hebben we onze aardappelpuree. We gaan onze gesouffleerde aardappeltjes ertussen steken. Die rauwe venkel. Die gaan we op smaak brengen. Beetje olijfolie. Beetje zout. Beetje peper. Klein beetje azijn. Chardonnay-azijn. Een stukje van de schaar van de kreeft erbij plaatsen. Dan hebben we nog onze saffraanmayonaise. Die is mooi geel geworden.
Een paar puntjes, heel subtiel. Mag niet te veel zijn. Werken af en nog een paar frisse blaadjes. Dit zijn limoencresjes. Dat is een heel fris plantje. Ruikt heel fris naar limoen. Heeft een hele frisse smaak. Dat is wel lekker altijd hè, bij schaal- en schelpdieren. Je kan ook perfect zo nog een beetje limoenrasp over de kreeft doen, een beetje olijfolie. En dan gaan we onze kreeft afwerken als laatste met nog een klein beetje fleur de sel. Niet te veel. Onze bouillabaisse die hebben we opgeschuimd. Die is klaar om apart te serveren. We hebben een klein beetje aangezuurd met een beetje citrussap. Dan hebben we onze bouillabaisse en onze klassieke garnituur tussen aanhalingstekens, onze kreeft, onze aardappel in puree en pomme soufflé en onze schelpjes. Smakelijk.